Toen ik voor het eerst de specificaties zag van de nieuwe Mazda 3, dacht ik bij mezelf: Mazda, welkom in de 21ste eeuw. In deze tijd, waar iedereen steeds kleinere motoren maakt met turbo, komt Mazda gewoon lekker met dikke, ongeblazen motoren. Natuurlijk, daar hebben ze een mooi verhaal bij. Ze noemen het dan ook right-size in plaats van downsize. Maar goed, Dan Brown maakt ook mooie verhalen. Om die nou te gaan geloven is een andere zaak. Gisteravond sprak ik een paar mensen van Mazda en ik moet zeggen, ze brengen het verhaal wel mooi. Wat zeggen ze nou? Ze hebben wel degelijk wat gedaan om die motoren veel zuiniger te maken. Namelijk, ze hebben de compressieverhouding omhoog gebracht naar 14 staat tot 1. En dat is echt enorm en het zorgt ervoor dat je een wat betere, efficiëntere verbranding hebt. En daarmee zeggen ze, we hebben de motoren op papier ongeveer op het gelijke verbruik als die kleinere gedownsized motoren. Maar in de praktijk, als je namelijk relatief veel sneller rijdt op de snelweg, halen ze zelfs een lager verbruik. Nou, dat is natuurlijk alleen maar aan woord. Binnenkort hebben die auto in een test in Autoweek en dan gaan we het uitgebreid meten. Vooralsnog moet het gewoon maar even geloven. Wat in elk geval wel gewoon heel fijn is om weer eens met zo'n lekkere ouderwetse 2 liter te rijden. Want echt, die vermogensopbouw is lekker lineair. Hij is lekker soepel en ook helemaal onderin. Je hoeft niet te wachten op die turbo. Hij is meteen bij de les en dat is toch ook wel een beetje retro bijna, maar heel lekkere retro. Ik rijd nu overigens met wat voor Nederland het instapper wordt. Dat is een 2 liter, jawel, met 120 pk. Er is ook een 1.5 die Mazda bouwt, maar die wordt in Nederland niet gevoerd omdat hij maar 1 gram minder uitstoot. En dat is niet interessant voor ons dus. Nou is Mazda al een aantal jaren geleden als een van de eerste begonnen met het aanzienlijk terugbrengen van het gewicht van de auto. Dat heeft deze auto natuurlijk ook weer gedaan. Hij is lekker licht. Hij voelt ook behoorlijk lichtvoetig aan. Het is een Mazda 3 was al een lekker sturende auto. Deze is, hij lijkt veel op de vorige. Hij voelt net nog iets lichter aan en dat positioneert hem een beetje wat sportiever dan de Golf en net iets minder scherp dan de Focus, maar hij komt aardig in de buurt. Ik vind het een erg fijne auto om te rijden. De besturing is tamelijk licht. Ik had iets meer weerstand willen hebben, maar ik wil het er best mee doen hoor. Hij is wel lekker scherp en lekker communicatief. Het dashboard is mooi om je heen. Ik vind wel, en dat heeft Mazda altijd al een beetje gehad, het is een beetje saai allemaal. Het is netjes en overzichtelijk, maar wat harde kunststoffen. En ja, er zijn concurrenten die dit gewoon beter voor elkaar. Het is zeker niet slecht, maar kan nog net iets beter. Wat wel opvallend is, is je hebt centraal voor je geen snelheidsmeter, maar een toerenteller. Dat is natuurlijk lekker sportief, met alleen klein daarin een digitale snelheidsmeter. En waar Mazda heel trots op is, we hebben nu ook een head-up display. Is natuurlijk niet standaard, maar de duurdere versies kun je dat krijgen. Het is helaas niet zo'n head-up display als we van BMW en bijvoorbeeld Cadillac kennen, wat echt in de voorruit projecteert. Maar er staat net als bij Peugeot zo'n glaasje wat naar boven komt, maar niet slecht. Complimenten ook aan Mazda voor die versnellingsbak, want hij is echt ontzettend direct en heel gevoelig en precies. Het is echt heerlijk schakelen in deze auto. Nou zal het je vast niet zijn ontgaan dat binnenkort weer de Nobelprijs voor de beenruimte wordt uitgereikt. En dan kan ik je melden, dit is geen auto die op de nominatielijst staat, denk ik, want het is vrij krap voor mijn knieën hier. Mazda heeft een beetje proberen op te lossen door die rugleuning heel dun te maken, maar het blijft vrij krap. Hoofdruimte daarentegen is best behoorlijk. Maar hoe dan ook, ik vind het een indrukwekkende motor, die lekkere, dikke, atmosferische 2 liter. Maar C-segment, dus ook heel belangrijk in het zakelijke markt, in de zakelijke markt. En daarom ga ik ook nog even rijden met de diesel. En bij de diesel is de turbo uiteraard niet in de ban gedaan. Om precies te zijn hebben we hier een 2-traps turbo. En dat zorgt voor een mooi geleidelijke opbouw van het koppel. Het is een erg fijne, soepele motor. Behoorlijk stil, voelt niet rauw zoals veel andere diesels. Ik heb ook gekozen voor de handgeschakelde versie, omdat deze uitvoering in aanmerking komt voor 20% bijtelling. Die automaat moet je de volle MET betalen. De nieuwe Mazda 3 staat op 26 oktober bij de dealers en dat begint met de hatchback en de benzineversies. De diesel en de sedan volgen later. Voor de uitgebreide test met alle specificaties en de prijzen kijk je natuurlijk in de nieuwe Autoweek.